Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Dit is een video voor zielsconnecties die geen contact hebben en die dus ook niet samen zijn, dus die in separatie zijn. We gaan eens kijken wat de boodschappen ervan zijn voordat dat nu mag meegedeeld worden. Wat dat belangrijk is om te weten. Als je nog niet geabonneerd bent of op dit kanaal, dan zou ik het fijn vinden mocht je dat doen, omdat dat voor mij helpt om nog meer mensen te bereiken die nood hebben aan dergelijke, op deze video's, aan de boodschappen, aan de inzichten. En als je dit soort connectie hebt, in die zin ben jij inderdaad in separatie van een diepe zielsconnectie, zijn de tweeling van tweelingziel of een hoge soulmate, dan vind ik het leuk als je een like geeft, zodat je ook weet wat dat eigenlijk het meeste gevraagd wordt van de mensen die op mijn kanaal terechtkomen. En dan hebben we hier Seeker of Challenges, de Two of Orbs en de Five of Flames omgekeerd. Oké. En we zien dat hij aan de onderkant was van het dek. De Seeker of Flames. En dat is eigenlijk wel goed, omdat je hier ziet dat je verder aan het leren bent om een meester te worden van je emoties. En ook een meester te worden over je passie. En dat gaat dan uiteindelijk jouw. Eigenlijk de mannelijke en de vrouwelijke energieën samenbrengen. Ook in jezelf. Want dat is hier waar de mannelijke energie op dit moment mee bezig is, in jullie connectie. Om te leren. Controle te krijgen op zijn. Hij had er ook doorheen de nacht, de donkere nacht van de ziel. Daarom is er ook separatie op dit moment. Omdat hij aan het leren is om vanuit passie en vanuit liefde dan uiteindelijk te communiceren. De Eight of Flames, en zeker dit deck, is voor mij eigenlijk het wiel van fortuin, maar voor tweelingvlammen. Omdat wanneer dat gaat gaan draaien, ga je die eenheid zien tussen beide energieën. Ik word geleid om al onmiddellijk ook de andere kaarten te leggen en om het dan samen uit te leggen, te bespreken in één verhaallijn. Dus dan doen we dat. Wat ik hoor is dat het universum probeert om jou, dus de beide energieën, de mannelijke en de vrouwelijke energie, samen te brengen. En dus eigenlijk het contact laat ontstaan. Maar dat er eigenlijk nog heel wat ballast tussen beiden zit. Kijk, zoals ik kan zien, die kaarten gaan altijd heel makkelijk in elkaar. En dat is eigenlijk wat hij wil zeggen. Waarom? Dat is nodig om uiteindelijk geboorte te geven aan de connectie. Om geboorte te geven aan je ware zelf. Voilà. En daar is er ook. Kijk, het individueel succes van die geboorte staat op je tijdslijn. Maar natuurlijk moet je het toelaten. Natuurlijk moet je ervoor open zijn om dat te ontvangen. Wacht. Hè. Er zit hier nog ergens één die omgedraaid is, dacht ik. Heb ik gezien. Blijkbaar toch niet. Ik ga ze nu zo leggen, nou ik strakjes ze wat naar beneden haal, zodat ik het beter kan zien. Dat is ook mooi om te zien. Dus ik leg hier ondertussen nog een tweede rij op, maar die kan je natuurlijk nog niet zien, maar ik ga die strakjes naar beneden doen. Maar het is mooi al om te zien dat je hier al eigenlijk drie belangrijke elementen ziet. Dus gedachten, mentale, dan bij het middelste die emoties. En daar, de emoties worden eigenlijk wat meer en meer wat onder controle gekregen. Maar de gedachten zijn van tijd nog een spelbreker, als het ware. En dan zie je ook die vijf vlammen. En die doen mij ook denken aan de eenheid in elke partner om uiteindelijk dan
te verbinden met de centrale zon, om van daaruit dan die eenheid in het fysieke te brengen. Dan nog één kaart nodig en dan kunnen we verder met de uitleg. Oké, twee dan. Oké, dan ga ik het zo leggen. Aan de onderkant van dit dek hebben we de hoge priesteres, het einde van lasten. En dus eigenlijk hier weer, kijk, weer die geboortekaart. En de Four of Swords met de Knight of Wands. En einde van haar serie, ja. De boodschap dat ik hierbij kreeg, is dat het echt belangrijk is dat je zelf heel bewust gaat gaan kiezen hoe dat je over je leven denkt. Hoe dat je over jezelf denkt. Hoe dat je jezelf ziet. Hoe dat je relaties ziet. En daarom zie je hier ook die dame. Ik kan hem eventjes zo doen. Daarom zie je ook hier die dame. Die niet zo helemaal goed gekleed is. In die zin dat je hier nog één borst ziet en een deel van haar heup. En dat is hetgeen wat je eigenlijk meer en meer mag gaan leren, of aan het leren bent eigenlijk. Om echt vanuit je pure naaktste ziel in een connectie te zijn. En dat is hetgeen wat dat dergelijke diepe zielsconnecties uiteindelijk ook moeilijk en lastig maken. Omdat ze ons echt uitdagen tot het diepste punt in ons ziel, in ons bestaan, in ons zijn. En dat is gewoon niet altijd leuk, dat is gewoon niet fijn. Wanneer dat je jouw tweelingvlam een hele diepe pijn triggert en er nog eens extra hard op duwt om te zeggen van kijk, daar doet het zeer, daar zit er nog een pijn, dat is hetgeen dat je te doen hebt. Het liefste dat we gewoon doen is gewoon weglopen. En dat is hetgeen wat je in deze connectiestukje nu ook tegenaan loopt van ik wil ervan weglopen. Ik wil dat niet meer. Ik wil gewoon cut the cord, gewoon hup en geef me maar een andere wat dat veel gemakkelijker is. Maar dat is nu net het stuk dat wanneer je voelt dat je doorheen oncomfortabel voelen in het niet weten, in het zelfs niet weten waar dat het heen gaat, in het zelfs niet weten wat dat het jou brengt, en dat de meeste dagen op dit punt eerder lastig en ambetant en vervelend en jou eigenlijk slecht laten voelen, dan is dat logisch dat we liever gewoon ervan weglopen. Maar een zielsconnectie is niet met de mind te begrijpen. Waarom? Omdat onvoorwaardelijke liefde moet gevoeld worden. En daarom zien we die tweede kaart, Seeker of Challenges. Je bent echt een leerling in het leren volledig open zijn. Maar op een nieuwsgierige manier, op een creatieve manier, vanuit die diepe healing. En echt zoals je eigenlijk ook die dame hier ziet, je echt volledig met je borst open. Want als eigenlijk iemand voor je staat met een zwaard of een mes of wat dan ook. En die wil je op pijn doen, dan kan die gewoon recht doorheen je hart. En dat is hoe dat het voelt. Wanneer je helemaal open bent en open wordt naar een tweelingvlam of een tweelingziel of een diepe zielsconnectie. Waarom? Omdat alle copingmechanismen, alle muren, alle maskers zijn gewoon afgevallen. Ja, er is niets meer in jouw omgeving of in jouw zijn en in jouw energie waarmee je eigenlijk jezelf kan beschermen. Dat is net hetgeen waar we willen toe komen. Dat je weet van oké, ik kan hier weer gekwetst worden, ik kan hier weer pijn ervaren, maar die pijn zegt niets over wie dat die andere persoon is. Die pijn is enkel een weerspiegeling van die pijn die al reeds in mij aanwezig is, die ooit vroeger ergens ontstaan is. En die is vaak, soms ook meestal ook, niks te maken heeft met je tweelingvlam of je tweelingziel. Maar met stukken die je ervaren hebt in jouw kind-ouderrelaties, of soms zelfs vorige levens, of collectieve stukken dat we doorheen aan het werken zijn. Waarom? Omdat we het allemaal anders mogen gaan doen. En daarom ligt die Five of Flames ook omgekeerd. Er is heel veel conflict geweest. Er is heel veel worsteling geweest. Maar het is tijd dat we nu massaal veranderen. En daarom, kijk, ligt die Sphinx, niet de Sphinx-kaart in dit deck, de Universe-kaart in dit deck. Omdat hij ons uitnodigt om in dat oneindige universum te stappen. Om in het idee van je mind, van je idee te openen en klaar te maken om
het leven in een hogere vibratie in deze wereld. Om vanuit een hoger bewustzijn, om dat echt te gaan omarmen. En om daar altijd maar dieper en dieper in te gaan zakken. En dat is wat je ook nog meer ziet hier ook weer. Kijk, die zes van zwaarden. Dus je hebt hier drie zwaarden en hier zijn de drie zwaarden. Dat is ook weer die weerspiegeling. Zo boven, zo beneden. Wat dat jij denkt in het etherisch, in de 5D, dat is hetgeen dat gaat zich gaan manifesteren. En hoe meer dat jij daar negatief denkt over jouw connectie, over jezelf, over wat dan mogelijk is, en dus eigenlijk vanuit die beperkte, vanuit de ervaring die je weet, vanuit hetgeen wat je meer geleerd hebt, conditionering en zo meer, hoe meer dat je daarvan gaat gaan focussen, hoe meer dat je dat gaat manifesteren natuurlijk. Dus maar hoe meer dat je vanuit die oneindige mogelijkheden gaat gaan focussen, hoe meer dat je, en dus stopt met vast te houden aan oude dingen, aan de dingen die je kent, en dat dus niet meer vasthoudt en geen weerstand meer hebt tegen die verandering, gewoon door de angst die je voelt en ervaart, dat gaat jou eigenlijk hier brengen, in die oneindige wereld, en gaat jou ook dat succes brengen, hè? Die eenheid in jezelf, en daarom weer die drie pilaren, die eenheid in jezelf, van zodra dat je als vrouwelijke energie de mannelijke energie in jezelf geheeld hebt, geef je eigenlijk toestemming aan de mannelijke energie en de connectie om dichter te komen. Zolang dat hij dat niet gaat doen, gaat hij op een afstand blijven. Gaat er geen contact zijn en ga je het gevoel hebben dat het nergens uitgaat. Dat je eigenlijk gewoon, zoals hij in deze kaart betekent, gewoon vaststaat. Maar dat is niet. De reden waarom hij vastzit, is omdat jij vasthoudt aan hetgeen wat hij kent. En dat je nog niet de moed en de kracht hebt of de durf hebt om daarvan weg te stappen. Omdat je nog niet het universum uitgedaagd heeft om het jou te tonen dat het inderdaad allemaal anders kan. En dus die Three of Wands zegt van, open your mind. Open your mind en ga groter gaan denken. Ga je dromen gaan najagen. En laat je focus eventjes weg van de connectie. Maar focus op het elke dag je goed gaan voelen. Want dat is hetgeen dat dan uiteindelijk weer vooruitgang gaat brengen. Ik ga eventjes deze kaarten zo leggen, zodat je verder mee kan volgen. Dus hoe meer dat je je mind kan richten op die nieuwe universum, en het stuk van alles is mogelijk, dan ga je ook zien dat er veel meer balans gaat komen, ook in het geven en nemen. In jouw connectie, maar op elk ander vlak ook. En hoe meer dat jij zelf, vanuit jezelf ook, die balans gaat houden en dat je dat voorop gaat staan, dat je dat belangrijk gaat vinden. Want het is belangrijk dat je goed voelt. Het is belangrijk dat je de tijd en de ruimte krijgt om door negatieve, laagtrillende emoties te gaan. Dat je inderdaad de tijd en de ruimte krijgt om te gaan voelen, wat is de angst hier? Wat denk ik? Hoe denk ik erover? En hoe kan ik dat gaan veranderen, zodat ik hier weer inderdaad mijn mind opentrek en het anders vanuit dat hoger bewustzijn ga gaan doen. En hoe meer je dat gaat doen, en dat is eigenlijk letterlijk verantwoordelijkheid neemt voor je eigen groei, voor je vaardigheden en voor je proces, en dus focus op proces en niet op het eindproduct, zijnde fysieke eenheid met je tweelingvlam of tweelingziel of die ultieme relatie, niet dat, maar echt focussen op, ik wil mij gelukkig voelen, ik wil zelf de baas van mijn leven zijn, ik wil zelf die meester zijn. Hoe meer je gaat zien dat oude dingen echt gaan afbrokkelen. Dingen die echt niet meer passen, die niet meer in afstemming zijn met jouw ziel, met dat oneindige, met dat hoger bewustzijn, die gaan allemaal te val komen. En dat, hoe meer dat je dan in die Queen of Pentacles-energie gaat stappen, en van onafhankelijkheid, en van veel overvloed, en vanuit jouw sensuele energie dingen neerzetten en aantrekken in de materiële wereld, hoe meer dat je gaat zien dat je weg kan stappen van schaarste, dat je weg kan stappen van tekorten, dat je weg kan stappen van het idee zelfs dat er nu scheiding is tussen jou en jouw goddelijke of divine partner. Dus zie hoe dat jouw eigen proces gestimuleerd wordt door het diepe verlangen dat je hebt om samen te komen met een andere ziel. Een andere ziel die een weerspiegeling is van jouw ziel. Dus als er iets is wat je uit deze video haalt vandaag, dan laat het dan dit zijn. Wanneer je pad loopt van een tweelingziel of tweelingvlam, of je wilt een diepe
Liefde, die zo vervullend is dat jouw hart overvloeit van die onvoorwaardelijke liefde, dan wordt het gevraagd om dat in eerste instantie aan jezelf te geven. En dat die grote, diepe liefde eigenlijk eerst voor jezelf te zetten. En dan gaat de rest komen. Kijk, healing van het hart. Echt waar. Je kunt zo. Ja, als ik het zou moeten zo plannen, het zou zelfs nooit zo uitkomen. De kaarten die moeten naar boven komen, komen altijd naar boven. Oh, voilà. Dus heel je hart verder. Ik weet het, het is niet lastig. Het duwt ons in stukken dat we liever gewoon van weglopen. Hè? Want het is gewoon veel leuker als je je gelukkig en blij en vrij voelt. Maar je kunt dat niet toekomen en je kunt dat niet als een constante basis gaan aantrekken in je leven als je blijft die shit en die schaduw gewoon wegduwen en negeren. Dat is niet de weg. Dus maakt het beste ervan en gebruikt alles wat op je pad komt. Elk obstakel als een leermoment, als een weerspiegeling van het universum om te tonen aan jou hoe ver je nog verwijderd bent van die afstemming met je diepste hartsverlangen. En voel is feeling the world. Voel de wereld. Ja, voel de wereld. Niet in de zin van dat je alle lasten van iedereen en alles nog op je moet nemen. Zeker niet. Maar wel doorvoel alles wat dat met het leven te maken heeft. Wees open om inderdaad met je hoofd tegen de muur te lopen. Maar, want dat betekent dat je inderdaad weer een les geleerd hebt. Dat je weer een stap verder bent in jouw zielsgroei, in de expansie, de uitbreiding van je ziel. En dat heeft te maken met jezelf hier op aarde te realiseren. Zelfrealisatie is dat eigenlijk wie dat je bent als energie, als ziel, volledig doorstraalt in jouw fysieke incarnatie, in je fysieke lichaam, in wie dat je bent en hoe dat je het leven vorm heeft. De keuzes die je maakt, wat dat je eet, hoe dat je omgaat met andere mensen en hoe dat je vooral, het belangrijkste, hoe dat jij je elke dag voelt. En dat brengt je sacred divinity. There are two paths ahead. Ja, er zijn twee paden. Je hebt altijd de keuze, elke dag opnieuw. Ofwel maak je keuzes die alleen liggen met je ziel. En dus vanuit licht en liefde, of vanuit angst en controle. Die beide kunnen niet samengaan, want dat zijn gewoon twee uitersten. Net zoals koude en warmte kunnen ook niet samen. Die beide kunnen niet samen zijn. Dus dat is ook hoe dat een diepe zielsconnectie werkt. Het heeft te maken met polariteit. Het heeft te maken met magnetisme. En hoe meer je dat gaat gaan begrijpen, en dus echt wegstapt van al hetgeen wat je ooit geleerd hebt over relaties, hoe gemakkelijker en hoe meer je gaat gaan zien dat je eigenlijk, door gewoon net nog meer je authentieke zelf te zijn, hoe meer dat je eigenlijk nog jouw perfecte partner, dus de partner die niet perfect is, maar die wel perfect is voor jou, hoe meer je die gaat gaan aantrekken. En wat zien we dan? Abundance, aartsengel Uriel. Met deze vlam kan je dus deze week samenwerken. En aartsengel Zadkiel met compassion. Wees niet zo streng voor jezelf. Take it easy on yourself. Neem desnoods een week rust. Neem even rust van al die groei en die updates en wat dan ook. En het werken aan jezelf. Want het is belangrijk dat we echt meegaan in die stroom. En zelfs ook spirituele groei kan je gewoon ook vanuit controle gaan doen. Maar dat werkt niet. Dat ga je vroeg of laat jezelf ook weer uitputten en tegen heel wat dingen aanlopen. Omdat het nog steeds vanuit controle is. Nog extra boodschappen van universele vlammen. Kies altijd voor emotionele vervulling. Kies voor liefde als jouw leraar. Kijk, dat is hetgeen dat we daarnet gezegd hebben. Gebruik de blauwe vlam om de weg van je ziel te volgen. En als je daar meer nog wilt over weten, dan raad ik je aan om het traject Zelfrealisatie vanuit de hartgedragen bewustzijn te volgen. Omdat ik daar nog meer uitleg over geef, over de blauwe vlam. En hoe dat die verbonden is met jouw vrije wil. Inzicht geeft kracht. De goudgele vlam blankt je inzichten. Dus als je inzichten meer wilt rond een bepaald stuk, rond een pijn, rond een wonder, rond een connectie, dan kan je vragen dat de goudgele vlam jou die antwoorden brengt. Je kan natuurlijk ook altijd de reading reserveren bij mij via de website. En daar kan je ook altijd al je vragen dan instellen. Dan heb je nog boodschappen voor de mannelijke en de vrouwelijke energie omarmd. Dat zijn van mijn eigen deck dat ik gemaakt heb. En dat bevat evenveel mannelijke boodschappen of dingen die met de mannelijke energie verbonden zijn als met de vrouwelijke energie.
Wat kan je nu doen voor jezelf? Dat is vrouwelijke energie. Neem een bad met essentiële oliën. Ook vrouwelijke energie. Werk van je dankbaarheid voor wat je reeds bereikte. Ook vrouwelijke energie. En zet een heldere intentie. Dus dat is ook voor alle vier focussen. Dus op de vrouwelijke energie is hier nu in dit moment voor deze connectie belangrijk. Wat ook logisch is, want er wordt gevraagd om, zoals je net gezien hebt, bewust te zijn door je emoties heen te gaan kijken waarom, wat dat maakt dat je nog weerstand hebt en wat dat maakt dat je nog denkt vanuit hier die schaarste, tekort, afscheiding, controle en zo meer. Wat zijn de boodschappen om nog meer naar terug naar eenheid en liefde te komen? Dank u, dank u, dank u. Ik voel dat er mensen zijn die heel emotioneel worden met als ze nu naar deze video luisteren. Daarvoor roep ik hulp aan van jullie team. 1 uur als 1, 1 uur als 1, 1 uur als 1. Leg eens jouw hart op jouw hart. En adem 3 keer goed in en uit. In die zin dat je dus als je inademt in 4 tellen inademt, dan hou je 4 tellen jouw adem vast en dan weer 4 tellen uitademt. En dan vraag ik aan jouw team om je grondingscode aan te passen, zodanig dat eigenlijk alle emoties die nu naar boven komen, dan mogen getransformeerd worden. Ook onmiddellijk getransformeerd worden. We hoeven niet langer dingen mee te sleuren als ze mogen getransformeerd worden, natuurlijk. Stop met denken, voel en wees gewoon jezelf. Het vraagt moed om iemand diep lief te hebben. En dat is ook zo. Dat heeft te maken met wat ik net zei. To your naked soul. He, tot op je naakte ziel. Ja, sorry als ik soms in het Engels praat, maar mijn tweelingvlam spreekt Engels. En dat heeft dus daarmee te maken. Dus soms zeggen mijn kinderen: Mama, je spreekt Engels. Weet je dat wel niet? Dan zeg ik: Oh nee, ik had het niet door. Dat ik in het Engels bezig was. Dus ja, mijn excuses als je zelf niet goed in Engels kan. Ik probeer er echt op te letten, maar soms ja, is het sterker dan mezelf. Stop met jezelf te saboteren. Dat heeft ook te maken met die gedachten, die weerstand die je voelt. Anker de vlam van ascensie in je lichtlichaam via je intentie. Dan kan je dus ook gewoon zeggen van, ik roep de vlam van ascensie aan en ik vraag om te geankerd te worden in het lichtlichaam. En nog een extra, geef toestemming om nieuwe lichtcodes te activeren. En dus bij deze, dat heeft ook te maken met die healing, die korte healing die we daarnet gedaan hebben. Als je voelt dat je zelf tegen dingen aanloopt, dat je niet goed begrijpt waarom dat dingen gebeuren, dan kan je ook een eenmalige sessie, transformatiesessie met mij reserveren. Normaal gezien doe ik dat niet, maar om een of andere reden word ik geroepen om dat hier nu op dit moment aan te bieden. Dus als je voelt dat je inderdaad nood hebt aan 1 sessie, om je nu even weer vooruit te helpen, stuur mij dan alsjeblieft een mailtje. Dat je deze boodschap gehoord hebt in deze video. En dan weet ik dat inderdaad jij is die daartoe geleid werd of dat voor jou die boodschap was. En dan spreken we verder af hoe dat we verder te werk gaan. Zo, dat was voor deze video. Ik hoop dat je heel wat inzichten hebt mogen gehad hebt. Of veel inzichten aan had. Voilà. Dan zie ik jou in een nieuwe video. Of misschien werken we binnenkort samen. Daag!